Ik heb de afgelopen 2 jaar ook heel veel gezien. En ik wil graag met jullie delen wat ik gezien heb. Op jullie sollicitatiebrief stond: ik wil graag to serve and to protect the people of St. Maarten. Dat was jullie drive. Daarvoor zijn jullie erbij gekomen. En ik zag de eerste keer dat jullie op het bureau kwamen, de onzekere blikken in jullie ogen. Waar beginnen we aan? Wat gaan we doen? En ik zag jullie verbazing toen jullie hoorden wat jullie allemaal moesten leren. Moeten wij zoveel kennen en kunnen om politieagent op St. Maarten te zijn? Ja. Ik zag de zenuwen in jullie ogen toen jullie de eerste examens deden. Trillend liepen jullie over straat. Maar echter, ik moet zeggen, de eerste examens werden door jullie goed afgelegd. Ik zag de resultaten van alle mensen, alle docenten die jullie al aan kennis bijbrachten, dat jullie de resultaten haalden die verwacht werden van jullie. Ik zag ook de uitdaging in de Nederlandse taal, waar we met meneer Verloop natuurlijk flink aan hebben moeten sleutelen. Maar ook dat is gelukt. Ik zag dat jullie moesten leren zelfverdediging en het leren schieten door onze vuurwapendocenten van het korps Sint Maarten. En ik zag dat jullie de eindstreep met succes gehaald hebben. Met dank aan de ondersteuning van het korps, met dank aan al onze docenten in Nederland. Ik zie nu dat jullie klaar zijn om inderdaad te serve the people of Sint Maarten. To protect the people of St. Maarten. I thank you therefore. And I hope and I give you the diploma of the Academy of the Police of Netherlands.